Hallo allemaal. Ik zit een beetje ongemakkelijk. Hoe zou dat toch komen? Misschien gaat het sprookje van vandaag daar ook wel over. Laten we snel gaan kijken. Vandaag gaat het sprookje over de prinses op de ert. Er was eens een prins en die wou een prinses. Een echte prinses moest het wezen. Hij zocht in Parijs en in Londen en Praag, in Rome en Stockholm en Kolmerswaag, in China en de Vogezen. Prinsessen genoeg? Nee, dat was geen probleem. Hij voerde wel honderden gesprekken. Maar ze lachten raar of hun bril stond niet recht. Dan dacht hij meteen, die is ook al niet echt. Dan kon de prinses weer vertrekken. Teleurgesteld reed hij terug naar het paleis en ging hij bij de haard zitten treuren. Zijn vader, de koning, zei tot de vorstin, een schoondochter, die zit er voorlopig niet in, of er moet echt een wonder gebeuren. Toen klonk er op een avond geklop aan de poort. De regen sloeg tegen de ruiten. De koning deed open, gastvrij als hij was, en daar stond een natte prinses in een plas. Mijn hemel, wat deed ze daar buiten? Ik ben, zei het meisje, een echte prinses, en ik zou graag een kleinigheid eten. Kan ik hier ook een nachtje slapen misschien? De koningin dacht, nou, ik moet het nog zien. We zullen het gauw genoeg weten. Ze ging naar het bed in het gastenverblijf met lakentjes fris en gewassen. Toen deed ze iets waar ze vrolijk van werd, want eerst legde ze op de bodem een ert en daarboven wel 10 matrassen. Plus dekbedden, dekentjes, kussens van dons en het prinsesje begon al te gapen. Het zag er ook reuze aantrekkelijk uit. Gebloemd en gestippeld en rood-wit geruit, wat zou ze daar heerlijk op slapen. Maar vroeg in de morgen kwam ze naar beneden, nog voor de vorstin haar kon wekken. Geen oog heb ik dicht gedaan, riep ze ontzet. Ik weet niet, er lag zoiets hards in mijn bed. Ik heb overal pijnlijke plekken. Zoiets voelt alleen een echte prinses. En toen was het gelukkig bewezen. De ert ligt, echt waar, in een doosje van goud. En de prins en prinses zijn al jaren getrouwd. Echt waar, zoiets staat hier toch te lezen? Oh, wat een mooi sprookje. Houden jullie ook zo van prinsen en prinsessen? Tot de volgende keer. Doeg!